De meteorologische dienst Suriname heeft een automatic weather station geïnstalleerd in het dorp Kouwemhakken in Sipaliwini. Dit project wordt gefinancierd door de UNDP en de Europese Unie via het Global Climate Change Alliance, fase 2 project. Kouwemhakken heeft al meer dan 10 jaar neerslagdata verzameld. Via de luchtvaartdienst ontvangt de MDS dagelijks de data. Tijdens dit bezoek is er ook een training gegeven over de onderhoud en gebruikinstructies van de regenmeter. Minister Amar Amadine van Volksgezondheid heeft donderdag samen met de medische zending en SZF een oriëntatiebezoek gebracht aan het streekziekenhuis Atjoni in het kader van de opening, welke gepland staat voor zondag 30 juli 2023. In dit ziekenhuis is er een EHBO-afdeling met opvangmogelijkheden voor urgente gevallen. Daarnaast is er een goed functionerende laboratorium aanwezig. De medische zending en het streekziekenhuis Atjoni zijn eerder dit jaar een samenwerking aangegaan. Hierin speelt de Stichting Staatsziekenfonds ook een belangrijke rol en komt er een samenwerking met het ziekenhuis. Nagegaan zal worden welke diensten aangeboden kunnen worden in dit ziekenhuis. De behandeling van de strafzaak in hoger beroep tegen de verdachte G. Cromosuto is op 17 juli voortgezet. De zaak stond voor pleidooi van de raadsleden meester B. Pik en meester R. John Ayu. Door de verdediging is het verzoek gedaan om het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk te verklaren, dan wel de verdachte vrij te spreken van de ten laste gelegde feiten. De verdediging voerde aan dat het bewijs niet is geleverd dat de verdachte de feiten heeft begaan. De zaak is na het pleidooi uitgesteld naar 16 oktober 2023.